Welkom terug bij Inleiding Milieueconomie voor Future Planet Studies. Ik ben Joris Sol en ga het vandaag met u hebben over marktfalen. De leerdoelen van vandaag zijn onder meer begrip van publieke goederen en externaliteiten. Dit college gaan we ook kort in op twee andere typen van marktfalen, namelijk door de concentratie van marktmacht en marktfalen door asymmetrische informatie. Het begrip van deadweight loss komt ter sprake tijdens de casus van een monopolist. Vandaag gaat voornamelijk over inzichten vanuit de neoclassieke economie. Tegen het eind van het college, waar we komen te spreken over de Tragedy of the Commons, bespreek ik ook kort een kritiek van Eleanor Ostrom en collega's. Waarschijnlijk herinnert u zich de voorwaarden voor de efficiënte markt nog wel vanuit het vorige college, waar we het uitgebreid hebben gehad over efficiëntie. Vandaag ga ik illustreren dat het schenden van deze voorwaarden leidt tot verschillende vormen van marktfalen. We spreken van marktfalen wanneer de markt niet in staat is om een efficiënte allocatie te verzorgen. We gaan nu eerst kijken naar het extreme voorbeeld van een monopolist.